Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van NC Doen Het. Ja, we hebben dus deze aflevering weer wat leuks gedaan. Ja. Namelijk de Pancake Art Challenge. Dus dat houdt in dat we allemaal verschillende, dat we gewoon een beslag hadden van pannenkoeken. Alleen dan in verschillende kleuren. En dan moesten we verschillende dingen maken. En dus laten we maar beginnen met de Pancake Art Challenge. Dus veel kijkplezier. Dus. Nou, we staan dus in de keuken en we gaan de Pancake Art Challenge doen. We hebben hier de steekpannen. We hadden helaas geen cool netstelbakje, dus dat is makkelijker. Maar er staat nu toch iemand achter de camera. Het is een bak met allemaal verschillende kaartjes. En dat bepaalt dus wat we moeten gaan maken. Ja. Met dit. Dus het zal allemaal pannenkoeken mee zijn, allemaal verschillende kleuren. Ja, dit hoort. Oh, je te beschrijven. Maar we hadden niet genoeg kleurstof. Geel, paars, ja, roze, rood. Dus blauw, groen. En groen. Ja. Dus laten we maar gaan beginnen. Dus we doen eerst even de pannen aan. En het olie even warm worden. Chicky, wil jij als eerste een kaartje trekken? Ja, dat is goed. Ja. Dit wordt het dus. Een vis. Een vis. Als dus jullie het kunnen zien. Wacht. Oké, wacht. Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Ja. Hoe kan je een vis? Nou, nu gaan we allemaal schilfertjes maken. En dat doen we met waarom lekt het? Deze kleur. Waarom lekt het bij mij? Heftig. Oké, we laten de camera vrouw beslissen. Nee, nog niet, want dan moeten we dit omgedraaid worden. En dan pas wordt hij echt mooi. Dan pas wordt het besluit genomen. Ja, ik zou hem alvast een beetje losmaken als ik er is. Oh shit. Ik heb even de blauw van jou. Maar trouwens. Die zit helemaal vast. Nee, we laten hem even op de bovenkant. Dat is mooi, ja. Oké, jongens, het moment van de waarheid. Ik ga hem omdraaien. Hij lijkt net op een ei. Nou, best wel oké. Nou, ik vind liever mij. Alleen, dit achterpootje is eraf ge... We laten de cameravrouw beslissen. Oké, we gaan hem nu op een bord leggen. Kan je dit gewoon eten? Tuurlijk kan je het eten. Jongens, dit is mijne geworden. Ik vind hem mooi. Voor de eerste keer is het... Nou jongens, dit zullen is mijn geworden. Ik vind hem mooi. Eerlijk, welke vond Maaike mooier? Dat is het... Oh ja. Welke vond je mooier, Maaike? Maar dan moet je de camera die kant... Oh, dank je. Oké. Okay. Van jou? 1-0. Ja, nee. Oké, maar die van mij wordt toch straks nog mooier. Maar je hebt wel een ijsje. Oh! Ik heb deze nodig. Deze. Oh, jij gaat dat natuurlijk maken. Check. Ik denk... Oké, cameravrouw moet even beslissen. Als ik dit doe, dan verkleurt het toch het ijsje. Niet zeggen. Oké, je had die bol, de boze bol had je echt meer rond moeten maken. Nee, nu. Ik ben benieuwd wie die gaat winnen zo meteen.
Laat hem deze keer ietsjes langer. Ja, dat is beter, hè? Oké, okay, je hebt zo'n olie erop. Ja, dat kan. Oh, hij is wel goed, goed gemaakt, hoor. Ik zweer het, dit is echt mooi. Oké, okay, wat vind je mooier? Dan moet je camera of naar die pan of naar die pan. Yes! Nee! Yes! Ik snap het. Ik zweer het, ik snap het. Die van mij had ik eigenlijk... Als die van mij zo was omgedraaid, was die wel wat mooier geweest. Is het moeilijk? Ja, ik weet echt oprecht niet hoe ik dat ga maken. Een pet. De N van Jenkins. Dat weet je toch wel, dat zo'n pet met zo'n N. En mijn thuis is toch in Düsseldorf? Ja. Bobby! Oké, wat vind je welke? Ja, want als ik dat, dan wist ik echt dat het gewoon vriendjespolitiek was. Rader. Oh, je hebt er overhaald. Helemaal niet. Oh. Een hond maken. Oh, nee. Oh, ja. Doe even normaal. Ja, echt. Ik moet echt een hond maken. Mij is zo lelijk. Lijkt eerder op een dinosaurus. Een kankerhoek. Nou, op dat wou ik ook doen. Jij, oh, leugen, rarheid. Die staart. Ik heb de staart van de hond vermoord. Oké, ik zou zeggen, ja, zeg maar. Ja. Yes! Lekker gooien. Hij staat op 3-1. Maar we doen er nog... Hoeveel doen we er nog? Oh! Oh! Wat dan? Oh! Oh! Wat dan? Mijn telefoon. Niels, ik kan er echt niet mee omgaan. En nee, je mag niet naapen. Ik denk dat ik dat zeker zelf al bepaal. Rarer. Nee, joh. Dat is fucked up. Ja, tenzij iets heeft expres heeft uitgelopen, zoals dit. Ja, dat is bij mij, joh. Ja, dat mag je er wel afhalen. Ja, doe je. Ja, bij jou kan ze het ook niet goed beoordelen. Hoezo niet? Omdat hij moet omgedraaid zijn. Ja, maar dat lukt ze even niet. Zou ik het proberen? Nee. En als hij stuk gaat, dan is het mijn fout. Maaike, wat vind je mooier? Je moet wel die groene dingetjes meetellen hier zo. Ja. Doe maar. Ja, ik vind eigenlijk toch wel die mooi. Ja, dat ik wat ook. Ja, ik wel. Die? Zie? Dat de 2-2. Oké, okay, is goed 2-2. Nee, 3-2. Geldbriefje. Oh, echt? Ja. Mag ik ook een heel klein beetje? Natuurlijk. Je moet het gas wel aanmaken. Het gas staat aan bij mij. Die van mij niet. Kijk dan, het loopt gewoon over. Maar ik let niet op die dingen die uit de schat geschoten zijn. Ik
Maar je moet, maar dit is eigenlijk niet eerlijk. Stop. Je moet het zo nee, meetellen. Dat is niet eerlijk. Want jij hebt mijn vuur heel hoog gezet. Ja, dat doe ik toch niet met opzet. Nee, maar ik doe het gewoon niet met opzet. Ja, ik heb gewonnen. Oké. 4-3. Nou, heb ik gewonnen. Jammer voor maar we gaan toch door? Nee, we zouden er nog maar één doen. Oké, dan gaan we nu over naar het volgende deel. Namelijk de kijkersvragen. Ja. Want jullie hebben natuurlijk gewoon weer kijkersvragen ingestuurd. En ik heb een paar. Ja, ik heb een paar. Hij heeft een paar gescreend. We gaan trouwens elke aflevering nieuwe kijkersvragen. Dus zetten onder de foto met Shakib en mij gewoon gewoon nieuwe vragen. Wat is van Shakib ervan dat Niels beroemd is? Nou, wat vind je ervan? Nou, je bent niet beroemd, je bent bekend. Bekend. Nou, eigenlijk niks, want ik kende jou al voordat je media aan het doen was. Ja, hij kende mij al, want sommige mensen denken dat hij mij gebruikt voor de fame. Alleen, sommige mensen, die kende mij al voor Junior Songfestival. En daarom, hij is gewoon een goede vriend, dus daarom is het niet daarom. En ook, volgens mij een stuk voor, ik heb hem trouwens zelf gevraagd voor deze serie. Het was mijn eigen idee, dus daarom... kan het niet zo zijn, dus die vraag is ook gelijk mijn antwoord. Zeggen jullie friet of patat? Patat. Ik zeg friet. Ja, het ligt er echt aan. Ik zeg soms friet of soms patat. Ja. Nee, patat zeg ik nooit. Van, ik heb zin in friet, dat zeg ik dan. Maar ik ga patat halen. Zo, het verschilt bij mij. Alleen, ja, voor de mensen die zien dat ik rood ben, dat komt omdat we net een pancake art challenge hebben gedaan en werd ik helemaal rood hoor. Ja. Had je veel zenuwen toen je jezelf had ingeschreven? Eigenlijk viel het wel mee, want... toen zag ik dat jij geen eens zei, was ik daarbij. Toen kwam ik een paar minuten later. Echt? Ja. Oh, dat zou kunnen. Nee, toen zei ik... Ja. Toen kwam ik naar jou toe. Ja, nou dus... ik had niet echt zenuwen, want ik had daarvoor was ik bij Kinderen voor Kinderen. En toen gelijk was ik doorgegaan, maar ik was niet echt zenuwachtig. Want ik had wel vaak op het podium gestaan en zo. Dus. Wat is jullie favoriete vak op school? PS love jullie. Nou, dankjewel. Dankjewel. Mijn favoriete vak? Alleen al geen echt een leervak of zo. Ik denk Frans of Engels, omdat Frans de docent is altijd, die maakt altijd van die grapjes en zo. En ja, Engels vind ik denk ik leuk, omdat het ook wel wat makkelijker is, vind ik. Vrienden of familie? Ik denk eerlijk gezegd vrienden. Nee, dat is echt zo'n rotvraag. Vrienden, bij vrienden die zie je vaker dan je familie. Bij mij tenminste. Ik zie mijn vrienden veel vaker dan mijn familie. Want mijn familie woont allemaal best wel ver weg. Maar als je zou zeggen mijn gezin of mijn gezin. Omdat je die al heel je leven kent. En dat is gewoon, ja, die wil je nooit kwijt. En vrienden kan je eventueel kwijtraken. Ja. Maar toch wel vrienden dan. Als je tussen familie gaat kiezen. Ja, precies. Maar gezin, dan is het wel, dan kies ik wel voor gezin. Pindakaas en jam op je brood voor altijd of voor altijd achteruit lopen? Altijd achteruit lopen. Pindakaas en jam op je boterham. Elke dag, hè? Ja. Oh, godverdomme. Ja, maar je weet niet hoe dat smaakt. We gaan het een keer uittesten. Nee, maar ik lust geen pindakaas. Nee, maar ik lust wel pindakaas en ik lust ook jam. En ik denk dat het niet eens zo heel vies is. Doe ik liever dat dan de hele tijd achteruit lopen. Dat is toch fucked up? Ik weet het, het is fucked up. Ik weet het. Het is echt fucked up. Ja, oké, dan doe ik dat ook. Ja, oké. Nee, dat ga ik niet doen. ik weet niet meer waar die is. Je kan ook gewoon Wat is jullie favoriete nummer van Force of het mooiste? Of het mooiste of mee te maken? Ik snap de hele zin niet, maar... Nee. Wat is jullie favoriete nummer van Force? Wat jullie hebben gezongen? Voorbij. Nee, ook gezongen, hè? Ja, voorbij. Nee, ik vond There's Nothing Holding Me Back. Oh, nee. Dat vond ik echt leuk. Ja, dat vond ik wel leuk. Alleen niet het mooist. Ik vond het voorbij het leukst en het mooist ook. Als je niet in die band was... Band? Ja, band. Ja, ik dacht even... Want ik las verder, maar... Dat kan echt niet band. Hier staat was jou nu... Oké, maar ga door. Als je niet in die band was jou nu niet. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Dan las ik band. In welke film zou je graag mee willen spelen? In de film van Lil Kleine. Ja, ik ook. Nee. Star Wars.
Ja, dat lijkt me ook echt. Ik ben een serie, Prison Break. Ik ben niet fan of zo van Star Wars, maar ik ga eigenlijk bijna wel altijd naar de nieuwe films, omdat ik het wel altijd vet vind gemaakt. Dus ik zou op zich daar wel in mee willen spelen voor een keer, om te kijken hoe ze het ook allemaal opnemen en zo. Wat is jullie favoriete groente? Broccoli. Ja, dat vind ik ook lekker. Nee, broccoli. Paprika of broccoli? Maar wel gestoomde broccoli. Niet zo rauw uit de verpakking. Nee, tuurlijk niet. Oh, je bedoelt als je, dat je gekookte broccoli. Gekookte. Gestoomde. Ja, dat kan ook. Ja, oké, maar dat is niet lekker, denk ik. Wat is je liefste cadeau die je hebt gekregen van een fan? Oh ja, dat weet ik al. Dat was van een heel klein meisje. Was fan. Die staat ook in een video van het optreden voor Georgis en de meet and greet en zo, gewoon bij Avatros. En die had een super schattige tekening. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer hieronder. Ja, dit was de tweede aflevering. Ja. En er komen zeker natuurlijk nog meer afleveringen aan. Ja. Dus dit was de video en tot de volgende keer. Ja. Doei!